Want dan kan ik gewoon heel slecht tegen fouten maken. Bij mij moet gewoon echt alles gewoon goed gaan. Perfect gaan. Ik wil gewoon geen fouten maken. Maar ja. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stammel van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van de Werf. En het is vandaag 14 oktober 2020. Vandaag, precies 6 jaar geleden, heb ik mijn maagverkleining gehad. 14 oktober 2014 heb ik hem gehad. Ja. Ik ga zo de hondjes doen. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, en ik ben jarig. Yay! Mijn lieve berggeitje weer, hè? Heet jij een berggeitje? Volgens mij heet Lady hier een berggeit, hè? Ja, en jij bent ook lief, ja. Je hebt aandacht, hè? Ja, kom dan. Kom hier dan. Hé, hey, ook nog even aandacht. Kom dan. Ja, dat is een telefoon, dat is een camera. Ja, dat is een camera, lieve schat. Nee, toch maar niet? Oké. Wie? Paralet? Parolet. Parolet? Lady, Parolet. Parolet dan? Nee. Ja, kom er al aan. Parolet? Nou, kom dan. Parolet. Lady ook, Parolet? Wie gaat er mee? Ja, gang op. Ja? Gaan jullie mee? Hey, Parolet. Wie gaat er mee dan? Wie gaat er mee dan? Wie wil er mee? Wie wil er mee dan? Parolet. Ja, ik kom eraan. Uit, gek ding. Waar heb jij last van dan? Gaat toch niet graven? Gaat toch niet? Pak dat ding dan. Hier, pak hem. Pak hem dan. Hier, pak hem. Daar, hier, pak dat ding. Hier, pak dat ding. Eens, pak dan. Ja, pak dan. Ja, pak hem dan. Lopen. Die zwarte ding. Pak hem dan. Pak dat ding. Pak daar. Dit ding. Dat ding. Ben je net lekker bezig en dan ga je stoppen omdat ik aan het filmen ben? Pak dan. Pak dan. Pak dit. Pak dit. Nee, daar. Ja, daar. Jij spoort niet, wist je dat? Wist je dat? Ik had het hier over. Kom jij ook nog eens een keertje? Ja, ja, oké. Okay. Thank you.
Mevrouw scheidsrechter. Ja, echt hè? Je was het even zat volgens mij. De zus liefde hoor. We zijn nog niet uitgespeeld. Je zus daarentegen wel, want die blijft gewoon liggen. Oh, toch niet? Ik krijg een nieuwe roedelleider in de groep. Leuk. Oké. Kijken wie de sterker is. En dan wordt nog met deze twee uitvechten wie en wie de baas is. Oké. Hé, dit, kom dan. Lady, kom maar. Zo, die heeft ook zoiets. Zoek het uit. Ja, je hand en je voeten mogen erop. Hé, wijfie. Nee, ik kan niet omhoog filmen, Tut. Gaat niet. Nu niet. Jeetje Mina, we zijn hier mee bezig vandaag. Weer fel. Beauty, weer fel. Ga af of zo. Hey, rooien. Jeetje. Jullie sporen niet. Nee, ga pakken dan. Lovely, ga pakken. Jezus, nee, je bent moe hè, nu hè. Ja, of niet? Ja, toen was deze rooie hier bij mij. Ja, en? Zo, dit is mijn autorij. Ja, mijn auto waar ik dus in rijles krijg. Ja. Leuk, allemaal dingetjes. Is handig. Kijk, is ook grappig. Kijk, leuk dit. Altijd handig. Leuke voet betaald is bij Pietje. Ook handig. En dat is een noodknop. Ja, dat is een noodknop. Ja. Oh, nog een stoel en verwarming ook. Zie ik ook nu pas. Ja, grappig. Leuk. Ja, we staan even stil, want mijn rijinstructeur die moest eventjes naar de sanitaire voorziening. Yep, moet ook gebeuren. Dus dan moet ik even wachten vanzelf. Ja, ook handig, ook leuk. Dus nou zit ik dus even alleen in de auto. Dus ja, dan kan ik even filmen. Hè? Ja. Ja, ik zit gewoon voor het stuur, jongens. Ja, ik wel. En straks zit mijn auto rijinstructeur er gewoon weer naast. Dus dat is handig. Normaal kan ik dit dus niet. Want dan ben ik dus alleen maar aan het rijden. En ik zal eventjes mijn spiegel nog even weer goed zetten.
Zie ik nu, want anders kan ik dus zometeen niet weg. Even mijn spiegeltje goed zetten hoor. Moet ook gebeuren vanzelf. Ja, moet ook gebeuren. Ja. Nee. Nee. Zo. Die is weer uit. Ja, maar mijn spiegeltje staat wel weer goed. Dus ja, lekker. Ik heb net één klein foutje gemaakt, maar dan weet ik wel weer waar ik aan moet werken. Want dat was op een rare kruising. Ik keek dus die kant op. Dus die kant. Toen kwam er dus nog niks aan. Dus ik kijk die andere kant op. Dus ik denk, nou, ik kan. En er komt dus een auto aan. Dus ja. Kleine dingetjes. Daar moet ik gewoon even aan wennen. En nou ja, niet aan wennen. Ik moet het gewoon weten. Punt. Gewoon goed. Kijk. Ik denk, nou, daar komt niks aan. Daar komt niks aan. Ik kan. Toen kwam er een auto aan. Ja. Terwijl ik dus al gas wou geven. Ja, en toen pleurde hij hem dus op de rem. Ik denk, oh ja, tuurlijk. Kom naar het rem. Ja, oké. Dus ik voelde me net een beetje eventjes kloten. Ik had even behoorlijk net wat tranen in mijn ogen. Ik had echt zoiets van, ik wil gewoon geen fouten maken. Zo, daar ga ik. Want dan kan ik gewoon heel slecht tegen fouten maken. Bij mij moet gewoon echt alles gewoon goed gaan. Perfect gaan. Ik wil gewoon geen fouten maken, maar ja. Maar ook dat gebeurt wel eens. Ja, nou, hij komt er weer aan. Doei! En even nu even wachten op Roderick. Die moet er ook zo weer aankomen, want hij was eventjes een fles even aan het inleveren. Dus ik weet niet waar die vandaan moet komen, maar dat zien we dan wel weer zometeen. Ja, even kijken waar die vandaan komt hoor. Doe ik even zo. Kijk. Daar is hij alweer. Boe. Zo, nou, we zijn weer thuis. Want we hebben eventjes een hele lange rondtour gedaan. Eventjes een parkeercontroleauto volgen. Ja, daar had Rodus even in één keer zin in. Zullen we dat doen? Ja, is goed, Joes. Prima wat jij wil. Dus dat was in één keer een hele lange toerrit. En toen zei hij erover, nou, we gaan weer wat anders doen. En toen zei ik, ja, is goed, we gaan naar huis. Ja, en Ro, die is dan weer moe en dan gaat hij weer geen borden lezen. Dus dat is voor hem recht toe recht aan. Dus dan moet ik dus de navigatie doen. Maar als ik ook moe ben, dan heb ik daar geen zin in. Dus dan wordt je even een beetje dit. Maar oké, maakt niet uit. Maar hij is een beetje langer dan normaal. Maar het is dan wat weer lekker versnellen. Leuke muziek eronder. Dat was helemaal leuk. Dus, nou, en het gaat ook alweer een stuk beter bij mij, want ja, na vanmiddag ja, was ik een beetje erg verslag, want ja, ik ben gewoon iemand die het gewoon goed wil hebben. En het is gewoon een soort, ja, gewoon eventjes voor mij eventjes een domper als ik gewoon een fout maak. Maar ja, niemand rijdt perfect, dat zeg ik altijd. Maar ja, ik vind het gewoon een beetje jammer, maar oké, geeft niet. Dat is gewoon weer een puntje waar ik eventjes weer even aan moet werken. Denken, oh ja, eventjes goed om me heen kijken. Want dat doe ik altijd al. Maar nu dan even weer net even niet. Ja, en dan ben ik gelijk verslag af. Nou, dat heeft Piet ook wel gemerkt. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Dus nou ben ik weer lekker thuis. Ik ga mijn telefoon even legen. Even weer in mapjes doen. En dan zie ik het wel. En morgen moet ik weer naar de tandarts. Dus dan hebben we waarschijnlijk aan deze kant verdoving en deze kant. Maar dat weet ik niet zeker. Dat is waarschijnlijk helemaal verdoving. Dus we gaan het weer merken. Ja. En dit was de vlog. Ja, precies. Dat was leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog. En laat er een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey. Dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei!